Normaal gesproken worden in Gouderak hier visnetten gemaakt. Voor grote vistrollers, alles met de juiste maaswijdte. Maar nu is er een net in de maak wat zo sterk is dat het een raket kan uitschakelen. Wat dit doet is, het wurgt de neus van de RPG. Dus die wordt afgeschoten. Die komt op het net. En wat er normaal gebeurt als zo'n wapen het doel raakt, is dat die afgaat. Dat de holle lading geactiveerd wordt en die een enorme schade aan kan richten. En wat dit doet is de neus zo wurgen, zo vervormen, dat de ontsteking geblokkeerd wordt. Dus dat het wapen niet af kan gaan. Wel een inslag, maar dat is een blindganger. Geen explosie. Door dat sterke net. Het net wordt op een halve meter van de tank geplaatst en zo kan die de klap opvangen. Het net wordt gemaakt van het sterke Dyneema. Een heel bijzonder materiaal. En dus zo zijn we stap voor stap verder gaan ontwikkelen. En de juiste maten en de juiste de speciale knopen, coating, heat zetten. Na jarenlang onderzoek met TNO en een samenwerking met een Deens bedrijf kan het net nu gebruikt gaan worden. Om uiteindelijk levens te gaan beschermen. Ja, dat is wel het doel. Dat is een raar idee eigenlijk dat iemand straks ergens in een oorlogsgebied rondrijdt met een in onze ogen nog een visnet. Maar met echt bescherming kan bieden.